beste muziek uit eigen regio. Dit is de Staplab Agenda. En daar hopen we het komende jaar ook nog wat een en ander van te gaan horen. We gaan naar onze eigen regio, want we gaan aandacht besteden aan wat er in de stad Utrecht en de regio Utrecht allemaal aan optredens zijn. Daarom bellen we op bij het programma Nederklinkers altijd even met het Staplab kantoor. Vandaag Geert aan de lijn. Geert, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, hallo. Ja, dit weekend is het een drukke bedoeling bij jullie op kantoor geweest, want hebben jullie gisteren 2, 3, 4 shows opgenomen, geloof ik? Nee, 2. Eentje was gepland, Sasha James, en de ander was meer zo van, waarom niet? Oké, hartstikke goed. Nou, inmiddels is dat een soort traditie bij jullie, hè, dat jullie inderdaad Utrechtse bandjes uitnodigen om een soort van sessie op kantoor te spelen. En dan gaat dat de komende week bij jullie op de website verschijnen, gok ik, hè? Hopelijk gaat het komende week op de website. Oké, nou, ik zet er verder geen druk op, maar ik verwacht het wel, hè, deze week. Ja, nee, dat komt wel goed. Onder andere, Sasha was te zien, een fotootje in ieder geval heb ik bij jullie op de site gezien. Was deze week ook degene de Staplab Act, hè, heb ik ook gezien. Ja. Stond deze week de hele week op de website. Nou, komende week wil ik graag even weten waar ik dan allemaal leuke bandjes kan gaan kijken. Dat weet jij, dat staat allemaal in de Staplab Agenda. Ja, dus een kleine selectie. Dinsdag Nederlands Studenten Jazz Orkest in Tivoli de Helling. Als je student bent, krijg je korting. En dus als je een keer iets anders wilt en op dinsdag niks te doen hebt, is dat misschien wat. Woensdag is de tweede editie van The Bakery op Eiland 8. Food and Fine Arts met onder andere Body Politics, Daan Hofman, Small Supernova en nog veel meer. En dat is pay what you want, dus je mag zelf beslissen wat je ervoor betaalt. Diezelfde avond is Indie Night met Copper Sky en Holland God Moont in DB's. Donderdag is waarschijnlijk de avond met de meeste nieuwe dingetjes. Zo is Sasha James in Hofman, als jij nog nooit gezien hebt. Ze doet een intieme set, hoorde ik haar gisteren zeggen. Er is Lost Generations, de laatste editie, in Café Staten. Dat wordt door HKU-studenten georganiseerd. En er is Hard School Technologies in Aku. Ook al was er een beetje verwarring of de Aku nog open blijft, gaat gewoon door. Het is mij verteld. Ja. De vrijdag is Snowstar Tent Anniversary in TV Oude Gracht. Dat is sowieso de moeite waard. Het labelmarkt is gratis. Alleen voor optredens moet je wel aan mijn hoofd 10 euro betalen, maar dat kan ik heel even niet zien. Vrijdag is ook Pollination met Stillwave en Art One. Dat is een Duitse band. En nog veel meer. En dan zaterdag, waarschijnlijk de belangrijkste dag voor 312 Utrecht. Dat zijn de 312 Utrecht Awards in de Echo. En dan horen we wie zich act van het jaar mag noemen volgens 312 Utrecht. En zijn er optredens van Savile Tieten en de Medics. En ja, dat is hem eigenlijk alweer. Ja, voor de rest op de zaterdag zijn er gewoon de standaard dansavonden. Zoals Lean Back, Rauw, Deep in the Groove, Candy Shop. En noem het maar op. Nou, ik hoor het alweer. Ik ben de hele week weer geen avond thuis, als ik het zo hoor. Maandag. Oh ja, maandagavond mag ik wel gewoon thuis zijn. Nou, dan moeten we een radioprogrammetje doen. Nee, leuk om te kunnen horen hoe het programma dan voor de komende week weer ingedeeld is. En heel veel Utrechtse acts daar een optreden zullen gaan verzorgen. Volgende week zaterdag inderdaad, 14 december, dus die 3 voor 12 Utrecht Awards. Ik heb niet gestemd. Want ik kom er niet uit. Ik heb zoveel muzikale vrienden in de regio wonen inmiddels dat ik durf niet te stemmen. Heb jij dat gedaan, Geert? Ik heb niet gestemd. Nee. Nou, we zullen het wel zien. Volgende week zaterdag 14 december zijn die awards die uitgereikt gaan worden. Verderop in dit programma ga je ook nog een interview horen met Daniel Langeveld. Hij is van The Medics. Nou, morgen dan de maandag, zeg maar. Dan wordt altijd de Staplab Act ook bekend gemaakt. Wie gaat de komende week bovenaan de website prijken bij jullie? Dat is Cosmo V. En dat kwam eigenlijk, want dat is mijn keuze. Waarschijnlijk niet Martijn's keuze, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik vond de video Darklands wel echt een staaltje wat ik de afgelopen weken nog niet gezien heb. Qua muziekvideo's die uit Utrecht komen. Dus vandaar. Vanaf morgen is dat op de website staplab.nl. Is ook de hele agenda voor de komende weken na te lezen. Geert, dankjewel voor je tijd weer. Yep. Graag gedaan. Dit is de Staplab Agenda. Staplab 030.